hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb denk ik 2 dagen niet gevlogd. Maar we hebben gisteren dus echt een heel productieve dag gehad hier thuis. We hebben echt een mega grote opruimdag gehad. We hebben letterlijk alle kasten uitgeruimd. En letterlijk alles weggegooid wat wij op dagelijkse basis eigenlijk niet meer gebruiken. En dat was echt heel erg veel. Nou. Vandaag is het grote schoonmaakdag. En we gaan alles weggooien wat we niet meer willen. En wat willen we niet meer? Nee, jij wilt een 3 jaar oude taart. Met jouw hoofd erop. Dit ben je niet eens meer. Je wilt een katheter hier. Hoezo ben ik het niet meer? Wie heeft het gemaakt? Waarom is het borstel toch groot? Oh, stop, dat is rammelig. Maar het was ook wel grappig, want tijdens het opruimen kwamen we echt heel veel dingen tegen die we echt heel lang niet hebben gezien. En oude foto's van ons, van onze trouwdag, van onze honeymoon en zo. En dat was echt heel erg leuk weer om terug te zien. Ik ga helemaal stuk, guys. Kijk wat we allemaal tegenkomen. Allemaal foto's van vakanties. Echt leuk, man. Oh, wij gaan zo stuk om onszelf. Dit is echt een van de lelijkste foto's ever, gewoon. Madalona. Oh, dat is zo leuk. Ik heb weer eens voor de verandering make-up op, mijn haren gedaan na een lange periode en ik heb mijn nieuwe jurkje aan van de Zara. Dit is mijn jurkje van de Zara en ik vind deze kleur echt zo erg mooi. Voor de rest hebben Nessie en ik een aparte planning vandaag. Hij is net geëpt door zijn vriend of hij naar hem toe wil komen. Dus hij gaat richting Zeeland waarschijnlijk en ik ga richting Twente. Dus we hebben een aparte planning. Het is echt super lekker weer. Echt barbecue weer. Dus ik dacht, ik doe lekker iets zomers aan. Ik heb sandaaltjes aan die ik heb gescoord bij de mango's. Het is echt heel erg fijn. Ik ben even aan het wachten op Nessie, want hij gaat zo foto's van mij maken van mijn outfit vandaag. Ik heb echt heel lang geen foto's meegemaakt op mijn Instagram page. Maar voordat ik dat ga doen, wou ik even een pakketje met jullie unboxen. Ik heb namelijk een pakketje gekregen van Nikki. En ik vind haar kleding echt super leuk. Dus daar mocht ik een paar items uitkiezen. Zo mooi. Het is gewoon een lichtgrijze vestje met van die mooie gouden knopen. En ook heb ik een lekker zomers jurkje uitgekozen. In het wit. Ze heeft deze ook in het zwart. Maar ik vond deze echt zo cute. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Maar ik vond deze echt zo cute. Dus dit ook. En ik heb ze allebei in maat 36 besteld. Oh, wat een lekker weer, jongens. Ik kan echt niet wachten om straks gewoon in de tuin te zitten. En waar ik echt niet op kan wachten is eigenlijk ons huis. Die nog lang niet klaar is. Maar wij hebben ook daar echt een goede tuin. Ik kan gewoon echt niet wachten op barbecue dagen bij ons thuis en gewoon lekker genieten van de zon buiten. Dat kunnen wij nu op het moment echt totaal niet. Ik kijk er gewoon echt zo naar uit om een tuintje te hebben en vroeger ook het absoluut niet, omdat ik dacht van dat moet ik bijhouden en dit en dat. Maar ik volg tegenwoordig Daisy Perkins, ik weet niet of ik het goed uitspreek, en zij heeft een mega grote tuin en ze is gewoon de hele dag door aan het tuinieren en ik denk alleen bij mezelf van ik wil dat ook. Het lijkt me zo rustgevend om de hele dag tuinieren. Ik zeg het nu wel, maar ik weet niet of ik het echt leuk ga vinden. Nou, jongens. Ik ben inmiddels bij de McDonald's. Ik heb een hele bestelling gedaan. Ik heb echt zoveel zin in, niet normaal. Mega grote bestelling McDonald's. Ik heb een grote friet. En ik heb... Wat is dit? Volgens mij is het een McRocket. Ik heb kip 6. Huh? Ik heb 2 McRocket. Oh my god, dat heb ik helemaal niet besteld. Dus ik besef nu dat ik gewoon random in deze vlog aan het eten ben. Het is inmiddels 7:30. Ik ben aan het eten, dus ik heb niet per se meegaan aan Ramadan. Ik heb wel de hele dag gewoon niks gegeten. Maar ik was eigenlijk gewoon niet als ik in Twente ben. Verdomme jongens. Het is gewoon gesloten. Shit. Jongens, we dachten we zijn toch in de buurt. We gaan lekker naar Mandeveen rijden. Even langs de drive-in voor de aardbeien. En toen waren we er eindelijk. En bleek gewoon dat het al gesloten was. Ik dacht echt dat ze tot heel laat geopend waren. Maar het is nu inmiddels 8:30 en ze waren gesloten. Dus ja. Hoi guys, ik ben alweer thuis. Ik heb echt een heel leuk dagje gehad. Maar ik wil nog wel iets toelichten. Ik heb dus vandaag niet gevast, zoals jullie hebben gezien. Meestal vast ik eigenlijk alleen als ik met Nessie ben of thuis ben. En ik was vandaag dus weer in Twente, dan vast ik sowieso niet.
Ik vind het best wel vervelend dat ik alles altijd moet toelichten. Maar ik weet als ik dat niet doe, dat ik commentaar ga krijgen. Dus ik zeg het gewoon altijd van tevoren in mijn vlog. Dus mocht er commentaar opkomen, dan snappen jullie dat tenminste. Ik ben nu thuis. Hij komt iets later thuis. Hij is dus naar vrienden toe. En ze gaan samen even de iftar verbreken. Inmiddels al gedaan natuurlijk. Zij komt denk ik een uurtje later of zo thuis. Ik ga nu even lekker douchen. Oh ja, ook al was ik vandaag niet. Leek me wel leuk vandaag om in een vlog even jullie aan jullie laten zien. Want Nessie en ik eigenlijk normaal gesproken in de nacht eten voor ze hoor. Voordat wij gaan slapen. Zo, ik heb heerlijk gedoucht. Het is inmiddels 12 uur. Ik ga nu even een soepje drinken. Zoals ook een tip. Ik heb dus lekker linzensoep. Super gezond. En natuurlijk ook echt super lekker. Dus eigenlijk gewoon mijn lievelingssoep. Ik maak meestal mijn linzensoep heel erg flauw. Want Nessie dus echt niet tegen pittig kan. En dan doe ik later zelf chili erin. En ook echt gewoon veel. Anders vind ik het echt gewoon smakeloos. En ik doe er heel veel citroen in. Heerlijk. En ik probeer altijd daarnaast even lekker veel water te drinken. Ik had het water dus echt net gebakken en het is alweer bijna op. Zoveel dorst heb ik. Oké, dan even tip 2 voor jullie. En dat zijn eigenlijk deze paprika tortilla's van de Albert Heijn. Dit is echt een heel goede vervanger voor de normale tortilla's. Want deze tortilla's bevatten dus 50% groente en zijn een bron van vezels. Dus echt gewoon een super goede alternatief. Plus, na het eten van deze tortillas heb je daarna niet zo'n vieze, volle gevoel. Want ze zijn best wel luchtig. Dat is de reden waarom wij ze eigenlijk altijd halen tijdens deze Ramadan. Ze zien er zo uit. Een beetje een rode kleurtje. En je hebt ze dus in meerdere smaken. Ik vind paprika persoonlijk het lekkerst. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bieten heb je. En je hebt wortel, maar die vind ik iets zoeter. Dus ik hou wel van deze, de paprika versie. Ik doe erop veldsla of ander soort sla. Gewoon wat je thuis hebt. Deze tortillas kan je trouwens ook opwarmen, dus kan je ook een tosti maken. Maar dat doe ik liever niet in de nacht, want ik kan sowieso niet echt tegen zuivel. Doe ik daarna lekker worsteltjes eroverheen. Gewoon een beetje. Avocado, deze moet ik nog even snijden. Zo, ik doe er meestal gewoon een halve avocado in. Super gezond. En als laatste doe ik er meestal kip op. Ik heb voor vandaag kalkoenham. En die is echt super lekker. Echt een aanrader. Dan doe ik er gewoon 2. Zo. En als laatste nog een beetje mayo. Dus ja, halfvolle mayo. En meestal snij ik hem nog even door midden. Want ik vind een hele best wel veel voor mij. En dan eten we dit gewoon even samen als een snackje. Nessie is betrapt. Wat ben je aan het kopen? Normaal. Wat ben je aan het kopen? Jawel, wat was je aan het kopen? Wat was je aan het kopen? Wat ben je aan het... FIFA punten. Er zijn nieuwe speciale pakketten. Een hele goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik had gisteren al een vlog uitgelegd dat wij dus een opruimdag laatst hebben gehad. 2 dagen terug alweer. En dat we gewoon heel veel troep hadden weggegooid. Maar we hebben ook heel veel dingen nog bewaard. En we zijn nu onderweg naar Action om van die opbergdozen zeg maar te gaan halen. Zodat we alles gewoon daarin kunnen doen. Zodat het een beetje netjes en overzichtelijk is. Zodat alles ook een beetje een plek krijgt in ons huis. Dat is een beetje de planning. Dus we gaan nu lekker naar Action. En Nessie is een beetje verkouden. Of heb je weer zo'n aanval? Ik ben van die hooikoorts, man. Echt een gekke aanval. Echt niet normaal, hè? Ik ga ook echt zo'n mega opbergdoos halen voor Nessie. Voor al zijn kickbox spullen en zo. Want die liggen ook echt overal. Dan ben ik daar ook echt vanaf. En zag je het hondje? Ja, dat poepen. Hij was wel schattig. Jongens, wij zijn een keer in Capelle. Ga gewoon even naar de Action hier. Je was hier nog open. Dus gezellig, hè? Gezellig, hè? Nessie met zijn maskertje. Ik moet ook beginnen aan maskertjes. Oh, opeens wel. Ja, wat jij laatst zei. Omdat jij laatst zei dat Rutte had gezegd dat alle maskers wel werken. Dus omdat Rutte het zegt, geloof je het wel, man. Omdat ze in het begin zeiden dat alleen bepaalde soort maskers echt helpen. Wie is Rutte, man? Ik ben jouw man. Guys, we zijn er. Kijk wat handig.
Je moet de grootste voor jou hebben. Kijk. Voorraadbox met klemdeksel. Nou guys, daar zijn we weer. Nesme heeft echt de hele tijd alleen maar over eten. Hij heeft nu opeens zin in New York pizza. New York pizza dag. We hebben echt honger vandaag, hè. Het is nu nog niet eens 5 uur.